dames en heren. Buitengewoon van harte welkom op deze bijzondere avond, deze bijzondere dag, waarop het 950 jaar geleden is dat voor het eerst Sliedrecht in een document werd genoemd. We gaan u vanavond... Ja, eerst nog een moment. Oh ja, ik ben... Ja, ik ben wat van oudere datum, dus ik heb dat nog niet helemaal in de gaten. Dus ga uw gang. We hebben een heel mooi Latijns lied voor u, Gregoriaans. En dat vertelt dat het vandaag een feestdag is. Nou, dat vinden wij best toepasselijk, want er staat iets heel bijzonders te gebeuren op slotverrekening. Vervolgens, dames en heren, wil ik u zeggen dat het comité Sliedrecht 950 jaar is gevormd door een aantal mensen van wie ik de namen zo zal noemen. We hebben ook een comité van aanbeveling. Dat bestaat uit mevrouw Van Bakel Middelweert, dominee Tangé, die helaas vanavond verhinderd is vanwege een korte vakantie, en onze burgemeester van Sliedrecht, de heer Van Hemmen. Het comité, dames en heren, is spontaan ontstaan na een oproep die de historische vereniging van Sliedrecht in december vorig jaar deed. De leden die zijn toegetreden zijn Connie de Groot, Cara van der Beek, Gwen Talsma, Joost Verhoef, Bert Kalkman, Henk Tjong, Hans de Licht, Jeroen van der Ree, John Kiefer en Piet de Keizer. Remco van Ven zit er ook bij, maar die kon vanavond niet aanwezig zijn. En die verontschuldigt zich bij deze. De voordracht over de ontstaansgeschiedenis van Sliedrecht zal worden gehouden door de medievist Henk het Jong. Henk het Jong is een Sliedrechter van geboorte, is afgestudeerd in Leiden, speciaal op de oudheidkunde van deze regio. De zang en muziek die u vanavond zult horen, wordt gepresenteerd door het gezelschap Wrongel en Wij. En het bijzonder fraaie naberorgel wordt bespeeld door de organist Arjen Versluis. Dan volgt er nu een stukje muziek. Ja. Ja, ik was wel.
deze kant wel. Nu, ze willen er ons op zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, Sliedrechters. Welkom bij een historisch moment. Vandaag, vrijdag 2 mei in 2014, is het precies 950 jaar geleden dat in een oorkonde uit 1064 de naam Sliedrecht voor het eerst gebruikt werd. En dat is voor Sliedrecht een aanleiding om een jaar lang feestelijk stil te staan bij dit jubileum. Het is niet alleen ondoenlijk om uitvoerig u mee te nemen deze geschiedenis in. Er zijn ook mensen die dat veel beter kunnen dan ik. En deze schone taak laat ik ook graag aan anderen over. En hoewel ik zelf slechts kort deel uitmaak van de geschiedenis van Sliedrecht, was ik al snel onder de indruk van de Sliedrechters en van de geschiedenis van dit dorp. Die laat zich als het ware lezen als een jongensboek. En voor mij zelfs in letterlijke zin, omdat ik in mijn voorbereiding voor mijn installatie begonnen ben met het lezen van het boek van Norel, De Mannen van Sliedrecht. Het verhaal wat u waarschijnlijk allemaal wel kent over Jan Baan die uitgroeide tot de baggermagnaat en Dirk Punt die als kok op een stoombaggerschip de hele wereld overbaggerde. En dit verhaal en andere boeken hielpen mij samen met de verhalen die uw inwoners van dit mooie dorp vertelden. En leerde mij het dagelijkse leven van de baggerwereld te kennen. Maar niet alleen de baggerwereld, ook die van de thuisblijvers. En daaraan verwante zaken, als keihard werken, lange reizen, heimwee, gemis, maar ook onwankelbaar geloof en de beste prestaties willen leveren over de hele wereld. En waar Sliedrechters eerder vaak op jonge leeftijd min of meer automatisch terechtkwamen in de grienden, in de hoepmakerijen, in het grondbedrijf, boden de werkzaamheden van de mannen van Sliedrecht, die langzaam maar zeker uitgroeiden tot machtige aannemers van baggerwerken, die boden nieuwe perspectieven. Rond 1900 was de baggervloot al zo groot dat Sliedrecht nog maar een beperkt deel thuishaven kon zijn voor de baggermolens en de zuigers. De watertovenaars van onze gemeente manifesteerden zich meer en meer internationaal. En het blijft toch bijzonder om te horen dat het oudste en het grootste baggerbedrijf uit Nederland en dat wereldwijd het oudste baggerbedrijf uit Sliedrecht komt. Dat medewerkers van het bedrijf al in 1640 aan de bekading van de Alblas en van de Graafstroom werkten. En in 1849 met de postkoets naar Kiev reisde om daar zinkstukken aan te brengen voor een brug over de rivier de Dnieper. Ik leerde dat Sliedrechters zich al eeuwen eerder in de Waard met haar vele water specialiseerde in het dijkwerk. Eerst met spaden en schop. En langzamerhand werden methoden en technieken inventiever en werd de rol van deze mensen groter en groter. En in al deze relatief recente historie over het laatste millennium lijkt het vooral over de mannen van Sliedrecht te gaan. En wat mij fascineert is de rol van de vrouw. En zeker sinds het eind 19e eeuw tot in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. En dan met name de vrouw in Sliedrecht uiteraard. Immers, de mannen waren in het beste geval maanden van huis. In het slechtste geval zelfs jaren. Ik heb verhalen gehoord van Sliedrechters die maar liefst 5 jaar weg waren. En stelt u zich voor, je komt terug van een klus van 5 jaar en dan komt een kind van 5 op je af en dat zegt papa. Goed. Die hilariteit ontstaat hier omdat er ook kinderen van 3 op u af kunnen lopen. Ik ook, maar die wou ik voor me houden. Nou, goed. Ik wou een wat net beeld neerzetten van Sliedrecht, maar ook dit kwam voor. Dat is waar.
En in al deze maanden en jaren stonden de vrouwen er uiteraard alleen voor. En de Sliedrechtse vrouwen waren, en ik zeg voorzichtigheidshalve zijn, sterke vrouwen. Die deden alles. Het doen hetzelfde, verbouwen, verhuizen, bankzaken en noem het maar op. Ik heb verhalen gehoord dat er mannen zijn geweest die bij terugkomst van hun klus bij de verkeerde, lees, de oude deur stonden, omdat hun vrouw ondertussen verhuisd was. Let wel, dat was dus al in de tijd voordat het vrouwenkiesrecht bestond. Overigens beviel dat sommige vrouwen zo goed, dat terwijl hun man terugkwam voor een verlet van 3 maanden, dat ze na 3 weken achter zijn rug om bij hun baas gingen vragen om een klus. Blijkbaar bemoeiden deze mannen zich iets te veel met wat de vrouwen gewend waren zelf te doen. Gelukkig waren dat uitzonderingen. Tenminste, dat hoop ik maar. In verschillende van mijn vele eetafspraken met Sliedrechters kwam ik ook aan tafel bij baggergezinnen, noem ik het maar. Bij mannen en vrouwen die de baggerindustrie aan hun lijve ondervonden hebben. Wat me daar opviel was dat Stevast, de oude baggeraar, de man, het verhaal begon en dat zijn vrouw Stevast het verhaal afmaakte. En het bijzondere vond ik daarbij dat de man dat de gewoonste zaak van de wereld vond. Thuis was zijn vrouw de baas. Ik durf met enige stelligheid te zeggen dat terwijl de mannen van Sliedrecht de maritieme wereld opbouwden, dat de vrouwen de Sliedrechtse samenleving opbouwden. En dat maakt Sliedrecht tot een bijzonder dorp. Maar tegelijkertijd met de werkzaamheden over de hele wereld bleef ook altijd de relatie met het water thuis de aandacht vragen. In de loop der eeuwen zorgde dat voor tal van overstromingen, voor ongemak en ellende. Maar altijd werden de dijken hersteld en versterkt en ging men een stug verder. Zie hier het karakter van de Sliedrechten. Alle verhalen, feiten, indrukken en niet in de laatste plaats al die ontmoetingen met die bewoners hielpen mij te begrijpen waarom de gemeente eruit ziet vandaag zoals zij eruit ziet. Met een mix van ondernemende, progressieve, wat conservatievere, avontuurlijke, plichtsgetrouwe inwoners. Die met respect met elkaar samenleven en trots zijn op hun gemeente. Groos zijn ze dan. Groos, excuus, mijn oma komt uit Flaké, dames en heren. En dan, Sliedrechters zijn groos op hun dorp, dat klopt. Goed. Ik laat het aan u hoe het letterlijk uitgesproken moet worden. Ik waag me er niet meer aan, dames en heren. Maar dat trots zijn op die prestatie en positie van Sliedrecht, onder meer op het gebied van de scheepsbouw en de baggerindustrie, maar die maken Sliedrecht tot wat we nu zijn. Een veelzijdig, levendig en gezellige gemeente. Zonder kapzones. En vanuit een dorpse thuisbasis speelt Sliedrecht nog steeds een rol op het wereldtoneel. Ik dank de organisatoren en de initiatiefnemers van dit initiatief om allerlei activiteiten en festiviteiten een jaar lang te organiseren en onder de aandacht te brengen. En ik vind het heel leuk dat er aan deze rijke geschiedenis aandacht wordt besteed op de manier zoals het gebeurt. Mijn complimenten. En alle aanwezigen vandaag en alle bezoekers van de feestelijkheden wens ik een heel gezellig jubileumjaar. En het zou me daarin niet verbazen dat ook u nieuwe en verrassende dimensies aan het Sliedrechterschap en aan de karakters van ons dorp, dat u die leert kennen. Vooral mooie feiten. Ik wens u een heel mooi jaar toe. Dank u wel. Thank you.
leuk om uit te leggen welke instrumenten wij gebruiken. U hoort zometeen ook weer de twee draailieren. Dat is een van de weinige middeleeuwse instrumenten die van Europese oorsprong, ja misschien wel Sliedrechtse oorsprong zijn. Maar ja, intussen vonden we toen ook al wat we van ver haalden heel interessant. En de spantrommel van Paulien is er zo eentje. De lijsttrom van mij is ook uit het Verre Oosten meegenomen. En zo halen we als speellieden overal wel wat vandaan. Het stuk dat we nu gaan spelen is het Palestina-lied van Walter von der Vogelweide. Een lied dat gezongen is bij een reis richting Jeruzalem. Dames, daarom hebben wij eigenlijk ook een liedje over de zuiverheid van de dames. Het is een loflied op het alouette, op het leeuwerikje, dat zo haar deugd wil bewaren en dat u alles zo goed lukt, maar dat zij wel in gezelschap is van roek en kompijnen. En dan valt het heus niet altijd mee, hoor.
Niederboos onrein vilijn, droef die willes ding kom pijn. Neemt wie in uw bedwang, lag mijn licht hersen zien bijeen. Zonder los bevang, aan uw wette vogelklein, diene name is zoetende rein. Zo is die edelzang, daar dienst u met de heren alleen, te loven ons dienen dan. Goedenavond. Ga daar maar eens overheen, dat was ook een mooie muziek. In de tweede helft van de jaren 50 zat ik op de zondagschool aan de Tolsteeg. Elk jaar vierden we met alle andere zondagscholen kerst hier in de grote kerk. Ons schooltje zat dan daar, onder de galerij, in de bruin gebeitste banken. En wij zongen ingestudeerde kerstliederen en luisterden ademloos naar het kerstverhaal. Dat werd afwisselend voorgelezen door Henk de Jong of door onze buurman bakker Alblas. En zij stonden hier. Ik kon toen niet vermoeden dat ik bijna 60 jaar later op diezelfde plek het jubileumjaar van Sliedrecht 59 in zou luiden. Dat krijg je ervan als je inmiddels historicus bent. En je hebt gespecialiseerd in middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis. Dan kom je nog eens ergens. Ik heb in kastelen en musea staan spreken. Op congressen en symposia. En nu sta ik hier. Het is een raar beroep, historicus. Maar ik had het kunnen weten. Al tijdens ons eerste college in 2003 hield dokter Peer Vries ons voor: je moet niet denken dat je als historicus populair wordt op verjaardagen of in de disco. Want jij bent namelijk die figuur die steeds zegt, ja maar, en je stelt altijd van die irritante vragen en vervolgens ontneem je mensen hun illusies over het verleden. En dat geldt vooral voor hoe mensen over de middeleeuwen denken. En dat is nou net mijn periode. Hoe komt het dat ik mensen over die middeleeuwen steeds moet teleurstellen? Omdat iedereen namelijk denkt dat ze weten hoe het toen was. En dat komt, dat hebben ze uit de media. Met name de film, Hollywood en tv. En in steeds grotere mate van het internet. Dit soort beelden komt u waarschijnlijk bekend voor. Helaas hebben ze het ook van school. Uit mij gedaan onderzoek is gebleken dat nog steeds kinderen de meest grote onzin over de middeleeuwen leren. Het was allemaal niet zo romantisch. Met ridders en jonkvrouwen die in kastelen woonden met kleurige vlaggen erop. Met overdadige zogenaamde Bourgondische banketten en toernooien enzovoort. Als je nou een kijkje zou kunnen nemen, zou je meer houten en leme boerderijen zien, met rieten daken, met daarachter akkers en weilanden, gelegen aan dijkjes of op terpen langs de rivier. En die ridders en jonkvrouwen, al konden ze zich wat duurdere stoffen veroorloven, zagen er ongeveer hetzelfde uit. Dat hebt u kunnen zien bij de stoet die hier voorbij kwam en die daar nu prachtig in die herenbanken zit. Daarom moeten mensen, als wij historici, mensen nogal eens laten schrikken. Zo moest ik een paar maanden geleden ook het bestuur van de historische vereniging een illusie ontnemen. Ik had namelijk een mailtje gestuurd naar de gemeente dat er een paar fouten in hun geschiedenis stond.
stonden op de website van de gemeente. De gemeente verwees mij naar de historische vereniging en het bestuur nodigde mij uit om een gesprek te komen houden erover. Nou, dat hebben ze geweten. Onder andere vertelde ik dat het jaartal 1064 berust op een vervalsing. Ik zag de mannen bleek wegtrekken. Ja maar, zei de voorzitter, hoe moet dat dan met Sliedrecht 950? Nou wist ik helemaal niet dat ze daarmee bezig waren, maar ik kon ze gelukkig geruststellen. Sliedrecht is nog wel een stukje ouder dan 950 jaar. Je zag de opluchting. Maar waarom wisten ze dat dan niet? Dat kwam omdat ze het verhaal van C.J.P. Lips niet goed gelezen hadden. Lips was medewerker in het Dordtse gemeentearchief voor de oorlog. En ook een stuk daarna. Hij was geen archivaris, dat wordt al gezegd in verschillende publicaties. Maar die schreef in de late jaren 30 de geschiedenis van Sliedrecht op in eerste instantie de Merwebode. Later is het nog een keer herhaald in de Merwestreek. En ook in de jaren 90 in het clubblad van de historische vereniging. En inmiddels staat het op de website. Die geschiedenis is dus inmiddels al 75 jaar geleden geschreven. En inmiddels is er natuurlijk wel wat veranderd in die tijd. En we zijn wel in Weigelijk zijn we aan een meer recente versie toe. Want we weten nu veel meer over de middeleeuwen in Holland dan toen. Maar dat neemt niet weg. Lips wist van die vervalsing. Maar zijn lezers hebben er misschien een beetje overheen gelezen. Of ze hebben het verdrongen. Want dat staat er echt, kijk maar. Als je dat kunt lezen van die afstand, maar ik zal het even voorlezen. Ja, die mensen daar die hebben hun leesbeeld zeker niet op dan. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit charter, dat is een archiefwoord, niet in 1064 gegeven is, maar eerst omstreeks 1140 door de ambtenaren van de bisschop van Utrecht zelf vervaardigd is. Er waren er nog geen ambtenaren in de 12e eeuw, maar het waren wel bisschoppelijke klerken die het opgeschreven hadden met medeweten van de bisschop. Maar wat is dan die vervalste oorkonde? Het is in wezen een van de weinige bewijzen voor het ontstaan van Sliedrecht. Die periode van de middeleeuwen, zeg maar voor 1200, vertoont duidelijk een gebrek aan bronnen, dus aanhalingstekens, zoals dat soort geschriften genoemd wordt. Het zijn letterlijk twee stukken perkament en meer niet tot na 1200. Dat zijn ze. De linker zit in een boek en de rechter is een los vel met een zegel erop. En daar moeten we het mee doen. Dus alles in die 200 jaar tussen 1000 en 1200 wat er over Sliedrecht bekend is. En die naam komt er dus maar twee keer in voor. En dan is een van die bronnen nog vals ook. Lips heeft die vervalsing niet zelf ontdekt. Die was al sinds 1909 bekend. Dr. Otto Oppermann was een geniale Duitse geleerde die nogal met de Nederlandse geschiedenis bezig was. Hij werd op de duur dan ook professor aan de Universiteit van Utrecht. Hij ging als een stoomwals door de middeleeuwen heen om de toen algemeen aanvaarde bronnen te controleren op hun echtheid. En hij vond honderden vervalsingen. Dit was echt de enige niet. Ze zijn later nog wel wat teruggedraaid, want op de duur was hij zo paranoïde dat hij overal vervalsingen kon zien. Maar op een bepaald moment, deze was echt. Echt vals. Over deze was geen twijfel mogelijk. Hij heeft ook onderzoek gepubliceerd in het West-Duitse Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Ziet u daar de titelpagina van. Hij somde niet minder dan 13 bewijzen op waarom het stuk vals was. Daar kon niemand omheen. Lips zat er trouwens met die schatting van rond 1140 niet erg veel naast. Diverse onderzoekers hebben sinds 1909 gezegd van het was tussen 1120 en 1160. Pas in 1997 is bekend geworden dat hij van circa 1146 moest zijn. Precies dat jaartal.
Maar wat betekent dat dan, zo'n vervalste akte? Om te beginnen moet je dus niet denken dat wat erin staat niet klopt. In 1064 kan de situatie best zo geweest zijn als in die akte beschreven wordt. Dat is ook behoorlijk waarschijnlijk. De bisschop zal best de toestand ter plekke, voor zover Utrecht bekend, goed getaxeerd hebben. We weten trouwens van archeologen en historisch geografen dat hier langs de Merwede al begonnen werd met ontginnen voor 1050. Dus er kan in 1064 best een dorp Sliedrecht geweest zijn. De bisschop had dit stuk bedoeld voor de graaf die over dat gebied gesteld was door de keizer. Maar die werd daarin graaf van Holland genoemd. In dat stuk dus, hè. En dat kan niet, want die naam bestond in 1064 nog niet. Pas rond 1100 wordt de naam Holland. En dat is dus een van de bewijzen waarom dat stuk vals is. Die graven, u kent het lijstje wel. Er zijn zelfs mensen die het kunnen zingen. Dikkie Dikkie Arnoud, Dikkie Dikkie Flo, Dikkie Flo, Dikkie Flo, Dikkie Ada, Wimpie Flo, Wimpie Flo, Jan. Is er nog iemand die het wil zingen? Connie. Doe eens. Dat is het. Ze heten natuurlijk niet echt zo, maar Theoderik, Florens en Wilhelm, zoals ze echt genoemd werden, was voor lagere schoolleerlingen meestal moeilijk te onthouden. Die zeven eerste op het rijtje, die werden de West-Friese graven genoemd, of soms de Vlaardingse graaf. De graaf ten tijde van 1064 was Flo 1, de groene. De eerste graaf van Holland, die graaf van Holland werd genoemd, was Flo 2. Tegen 1100. Dat wisten ze in 1146 in Utrecht waarschijnlijk niet meer en toen vielen ze in 1909 door de mand. Wat is dat voor een oorkonde? Wat staat erin? Het is in wezen eenvoudig. De bisschop wilde gewoon duidelijk maken waar hij recht op had. Wat zijn bezittingen langs en bij de Merwede waren. Hij had een boek. Het Liber Donationum. Waarin alle schenkingen stonden die de bisschop sinds 777, moet je nagaan, had ontvangen van de koning of de keizer of van particulieren. Het boek is later nog eens een paar keer overgeschreven en dit is het enige exemplaar wat nog bewaard is en dateert uit de late 12e eeuw. Het boek ligt in het Utrechtse archief. Dus wat staat er nou precies op dat perkament? Het is zogenaamd uitgegeven door koning Hendrik de Vierde. Dit is hij maar aan op latere leeftijd. Want in 1064 was hij nummer 14 en stond onder invloed van een paar machtige aartsbisschoppen. Hij bevestigt er zogenaamd in welk gebied in het graafschap van de bisschop van Utrecht is. En dit is het bewuste lijstje. Een heel stuk eromheen, de voor en de naast, staat ook nog gebieden in Holland. Maar dit is dus het lijstje waar Sliedrecht in voorkomt. Ik heb het aangegeven met geel. Daar staat Sliedrecht. Het is in het Latijn. En wat er eigenlijk staat is een soort routebeschrijving van langs de ontginningen, langs de gebieden die ontgonnen zijn, die van de bisschop waren. En op de manier zoals je door de rivieren heen vaart langs die ontginningen. De vertaling daarvan is... Zal ik voorlezen, want die kunnen jullie toch niet lezen daarachterin. Van het eind der rivier de Alblas tot de Merwede, vandaar tot Menkenesdrecht, houd dat in de gaten, de helft van het gehele land met alle ambachten. Voorts, van Riede langs de Merwede tot Sliedrecht, dat is die. Voorts, langs de Merwede in de Dordrecht, dat is ook een riviertje. Vandaar in de Dubbel, vandaar in de Duvelhara of Devel. Vandaar in de Waal, vandaar weer in de Merwede tot in Dordrecht met de pasgebouwde kapel. Van Dordrecht oostwaarts tot Godekinds Hofstede die bij Werkemonde staat. Dat zegt u helemaal niks waarschijnlijk. Maar het ziet er dus zo uit.
kaartje met de route. Kunt u dat allemaal zien nog daar? Dat pittige groene gebied, dat is het gebied waar het over gaat. Even een stuk. Dat is het Alblas. Dat is Riede. Dat is de Merwede. Let u overigens op dat tussen de Merwede en de Maas nog geen doorgang is. Die kwam pas na 1170, toen met een grote overstroming. En nu heet het de Oude Maas. Gescheiden rivieren. Hier zie je de Turendrecht. Even kijken. Wat doet dit nou? Oh. Even mijn bril opzetten. Hier zie je de Turendrecht. In het dubbel. In de Devel. Door de Waal. Weer naar de Merwede. Dan met de Merwede langs Sliedrecht naar Godekens Hoeve Hofstede bij Werkenmonde. De Werken bij Werkendam. Dat is dus het gebied waar u zich voor moet stellen. Maar waarom werd die vervalsing dan gemaakt in 1147? Dat is heel eenvoudig, politieke redenen. Ook toen al. Het ging eigenlijk om een al eeuwendurende ruzie tussen de graven van de later Hollandwet en de bisschop van Utrecht. In principe was al het gebied, wat later Holland werd, hier allemaal van de bisschop. Dat had hij gekregen van de keizer. Trokken die graven zich er niks van aan, die namen dat gewoon in, en op de duur gingen ze dat inpolderen. Want het was eigenlijk allemaal wildernis. Het was veen, veenbos, veenhopen en veel kleine riviertjes. Dus ze pikten die veenmoerassen in en stuurden de boeren in om het te ontginnen, om sloten te gaan graven. Dan moet je trouwens niet te romantisch voorstellen, dat gebeurde allemaal met de hand. Er waren nog geen baggermolens. Er stonden zomers lang tot over hun knieën in het water met een schop, het veen, kleiige veen eruit te scheppen, op hopen te gooien en daar weer kades van te maken. Ze moesten trouwens ook nog langs de rivier zelf een heel Elzenbroekbos omhakken. En dan konden ze weer gebruiken om boerderijen van te maken. En ze dekten het met het riet wat in het zogenaamde rietveen stond. Die sloten waren overigens meer dan een kilometer lang per stuk. En er zat ruim 100 meter tussen. En elk van die stukken land tussen zo'n twee van die sloten werd een weer genoemd. En daar zetten ze aan de kop bij de rivier een boerderij op. Dus die sloten liepen vanaf de rivier tot ver het land in, wat nu nog steeds een klein beetje de Tientweg is. De Tientweg was oorspronkelijk de achterkade van de ontginning. Later is het nog weer verder naar achter gegaan. Je realiseert het je misschien niet, maar er zijn nog steeds bijna 1000 jaar oude sloten in Sliedrecht. Sommige straten in Sliedrecht heten zelfs naar die weren die ertussen liggen, al zijn die namen al wat minder oud dan de middeleeuwen, die komt meestal uit van de eigenaren in de 16e en 17e eeuw. Zoals je nu dus nog wil zien wat er uit de tijd van 950 jaar geleden overgebleven is, dan moet je naar die slootjes kijken, want die zijn zo oud. Maar om terug te keren naar het verhaal, de bisschop vond het natuurlijk niet leuk dat de graaf van Holland of de graaf van dat land allemaal inpikte. Hij was ook al sinds 1010 ongeveer bezig om te protesteren tegen die rovers, zoals hij ze noemde. En die ruzie draaide soms uit op oorlog. Sommige van die graven sneuvelden er zelfs in. Dikkie IV in 1049 bij Dordrecht. In de Wijnstraat in Dordrecht wordt nog steeds het huis aangewezen van waaruit hij doodgeschoten zou zijn. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want er stonden er nog geen huizen. Flo 1 werd tijdens een krijgstocht in de Betuwe in zijn slaap vermoord door een sluipmoordenaar van de bisschop. Andere graven waren nog te jong toen ze opvolgden, Dikkie 5 bijvoorbeeld. En dat geeft de bisschop aan om dat land terug te pakken. Soms verloren de bisschoppen en werden ze gevangen genomen of zelfs vermoord. Later de bisschoppen vochten zelf op het slagveld en sneuvelden daar ook soms. U ziet dat je als bisschop in de hoge middeleeuwen nog wel wat anders deed dan de mis opdragen.
De bisschop wist dus zijn land weer terug te krijgen toen Dickie 15 jong was, maar toen hij volwassen was, veroverde hij het zelf terug in 1076. En zijn opvolgers lieten het niet meer los. Maar wat gebeurde er dan in 1146 dat die bisschop het nodig vond om een vervalsing te maken? Dan hebben we het over Dickie 6. Hij werd door de bisschop namelijk in de ban gedaan omdat hij ook weer een stuk land van de bisschop veroverde. En als je in de ban gedaan werd, dan was je min of meer vogelvrij. Niet leuk voor een graaf. De bisschop had hem dus waar hij hebben wilde en vervalste een oorkonde om zijn claim te bewijzen en Dirk moest dat pikken. Gelukkig overleed de bisschop al 5 jaar later en kon Dirk zelf een nieuwe bisschopskandidaat op de troon zetten zodat hij verlost werd van de ban. De hele valse acte had dus niet geholpen. Maar we hebben er wel een verwijzing voor naar Sliedrecht in 1064. En daarom zitten we hier. Maar er was toch ook nog een echte oorkonde. Inderdaad, die uit 1105 en die bestaat nog steeds. Van de bisschop zelf met zijn zegel eraan. Of erop eigenlijk, dat is erop gedrukt. Rechts onderaan. De naam Sliedrecht komt hier 7 keer in voor. En wordt geschreven als Schliedrecht. Dat is dus echt de oudste vorm van de naam. 1105, vroeger dan 1146. Je spreekt het uit, je sprak het uit, een beetje slissend. Sliedrecht. Die slis is er op de duur afgegaan. Vandaar dat we nu gewoon Sliedrecht heten. U zult zich hier ook afvragen, waar gaat die oorkonde dan over? Nou, het is een uitspraak in een ruzie. Maar nu en tussen 2 dorpen. En de graaf had er in dit keer niks mee te maken. Dat komt in het dorp even verderop, Houweningen, dat lag tegenover Giessendam. Had de ontginner of zijn zoon, een man met de naam Bote, een kerk gebouwd. Daar moet je je niet te veel van voorstellen, kerk in die tijd. Die zagen er ongeveer. Oh, sorry. Die zagen er ongeveer zo uit: meer houten schuren met een rieten dak. Maar er werd daar wel in gekerkt door een eigen priester die door Bote was aangesteld. Dat vond de pastoor van Sliedrecht niet goed, want hij zei dat Botes kerk een dochterkerk van de zijne was. En dat hij de priester daarin mocht aanstellen. Ruzie. Dus. Maar Bote zwaaide met een oorkonde van de vorige bisschop, Koenraad, waarin stond dat hij de baas was in zijn eigen kerk. En het liep hoog op. Zo hoog dat de aartsdeken van Zuid-Holland, dit heel van Zuid-Holland, het is een soort hulpsbisschop, er niet uitkwam en het naar de bisschop van dat moment, Burghard, zo zag hij eruit, verwees. Dus trok de pastoor en enkele van zijn parochianen, allemaal vrije mannen, en wel 8 pastoors van omliggende parochies, waaronder Papendrecht en Haringsveld, als getuigen naar Utrecht. Dat was niet niks, je was een paar dagen per schip onderweg, heel wat langer dan nu. De bisschop gaf de Sliedrechtse pastoor gelijk, want die zag wel dat die zogenaamde oorkonde van zijn voorganger niet erg betrouwbaar was. Hij noemde hem zelfs niet wettig. En dat betekent dat er geen zegel aan hing. Waarin je kon zien dat de bisschop hem echt zelf had laten opstellen. Die vervalste dat natuurlijk geen zegelstempel van het zegel van de bisschop. Het conflict was opgelost. De kerk van Sliedrecht was de baas over die van Houweningen. Alleen de Sliedrechtse pastoor mocht daar de mis op dragen of een plaatsvervanger aanstellen die dat deed. Niet de heer Bote. Hoe het verder afgelopen is, weet niemand. Maar Houweningen werd op de duur een eigen parochie en was toen niet meer van Sliedrecht afhankelijk. Dat is het dus. Deze 2 stukken, waarvan 1 een vervalsing en 1 waarin ook een vervalsing voorkomt, zijn de oudste bewijzen van het bestaan van Sliedrecht. Tot meer dan een eeuw later hebben we geen bewaard gebleven documenten over Sliedrecht. Dus pas in de 13e eeuw komt Sliedrecht weer voor. Moet nog wel bijgezegd worden dat
in beide oorkonden over het oorspronkelijke Sliedrecht ging. En dat lag aan de overkant van de Merwede. Ziet u dat? Het lag eigenlijk op de plek waar nu de golfbaan annex vuilnisbelt van Sliedrecht was. En Dordts gebied inmiddels, maar vroeger was dat van Sliedrecht. Hoe weten we dat? Ten eerste uit de volgorde van de genoemde ontginningen, zoals genoemd in die route uit 1064. Dus men ging op een bepaalde route langs en je wist op een bepaald moment kom je langs Sliedrecht en daarna kan je bij Godekinds Hofstede. Ten tweede uit het feit dat in de 13e eeuw aan de overkant van de Merwede over Sliedrecht lag. Dus aan de overkant van het oorspronkelijke Sliedrecht, anders zou het niet zo heten. En ten derde blijkt dat later dat de ambachten ten noorden en ten zuiden van de rivier in verschillend bezit zijn. Daar zie je de ambachten. En die worden ook duidelijk aangegeven waar wat lag. En ten vierde, pas na 1421, als Sliedrecht-Zuid verdronken is, wordt over Sliedrecht Sliedrecht genoemd. Maar ons Sliedrecht dan, was dat ook al zo oud? Ja. Ongelukkig. Historische geografen hebben aangetoond dat beide oevers van de Merwede tegelijk ontgonnen zijn. Dus ergens rond 1040-1050. In 1105 lagen Papendrecht en Haringsveld er al. Wat ertussen lag, wordt jammer genoeg niet genoemd. Maar je laat een ontginning niet onbewoond of ongebruikt. Dus daar moet ook een boerderij gestaan hebben. En misschien stond er zelfs al wel een kerkje. Is dat dan Menkenesdrecht, zoals in het lijstje van 1064 voorkomt? Misschien. Maar dat kan ook ergens anders liggen. Want we hebben daar verder geen bewijzen van. Het komt maar één keer voor, die naam. Het kan zelfs de oude naam voor Papendrecht zijn. Maar als het in 1064 Menkenesdrecht heet en in 1105 Papendrecht, lijkt het een beetje onwaarschijnlijk. Maar misschien was het ook wel Zuids Oud-Alblas. Conclusie. Zo sluiten historici altijd hun betoog af. Rond 1040-50 worden beide Merwe-oevers ontgonnen. De bisschop zegt dat in 1064 onder andere Sliedrecht aan de zuidoever van de Merwede van hem was. In 1105 heeft de kerk van Sliedrecht al een dochterkerk in een ontginning even verderop. Dan moet die kerk dus al zo'n generatie of misschien nog wel meer bestaan hebben voordat ze een dochter kon hebben. Dat de bisschop pas in 1146 Sliedrecht noemt, maakt niet uit. Hij beschrijft dan een situatie die in 1064 bestaan heeft. Sliedrecht ten zuiden van de Merwede is dus minstens 950 jaar oud. Sliedrecht ten noorden van de Merwede moet er in aanleg ook al gelegen hebben, want de ontginningen gingen gelijk op en je laat een stuk polder niet ongebruikt liggen. Het dorp wordt jammer genoeg niet genoemd, tenzij bedoeld wordt dat het Menkenesdrecht is. Maar dat zal nooit bewezen kunnen worden. Kortom, het is hier echt 950 jaar oud. Maar misschien wel 960 of 970 jaar oud. En Sliedrecht is zeker zo oud als Dordrecht. Dus er is zeker wat te vieren dit jaar. Ik eindig dus, en hier kom ik Huib Kraaiveld tegemoet. Ik heb gezeten, hè? We laten nog drie middeleeuwse liederen horen. Het eerste lied, Hie treur die treuren wil. Mijn treuren is gedaan. Nou ja, we treuren hier al helemaal niet meer, nu we weten dat het echt zo oud is. Maar hier gaat het over de geschiedenis. Kijk, Sliedrecht is van oudsher toch begonnen als een katholiek dorp. En de voorzienigheid speelt hier ook een rol. Hie treur die treuren wil, ons treuren is gedaan.
Ik heb gezwegen stil, Maria wel verstaan. Cantiga de Santa Maria, een hele verzameling Maria-liedjes uit de 13e eeuw. Maar ja, omdat we u al hebben getrakteerd op een katholieke tekst, zingen we deze niet, maar spelen we die. Thank you.
Nou, het is hartstikke mooi weer, hè? De laatste weken. Hoewel het vandaag een beetje koud is. Maar die zomer komt er ook echt aan. Dat kan je al een beetje voelen. En we gaan voor jullie de oudste kanon doen van die er bekend is. Het is de 12e Sumerische Koemenin. En misschien gaan we ze vragen om mee te doen, maar... Nog niet. Nog niet. Zing maar mee. Zing koekoe, nou zing koekoe. Zing koekoe, nou zing koekoe. Zing koekoe, nou zing koekoe. Ga maar door. Zing koekoe, nou zing koekoe. 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 Dames en heren, ik heb voor de zekerheid al maar even mijn bril opgehouden. Dan zie ik iets meer. Dit bondgezelschap, wat u hier vooraan ziet staan, hier direct naast mij, is Sophia van Kraaienstein. Daarnaast staat Begijntje Cornelia Geertruida Huigen. Daarnaast staat de vrouw van een boer met die stok. Die heeft het wel eens aan de stok. Die heeft hij ook bij hem. Dat is Johanna van Genderen. Daarnaast staat Wouter van Resius. Adrianus Grotius. En Pieter de Keizer. Deze lieden wonen bij mij op het slot Kraaienstein, wat ik als herbare van Drommelen mag beheren. En mede dankzij deze goede landslieden
En vrouwen Sophia en haar Begijn kunnen wij dagelijks het leven door. Dames en heren, dit jubileumjaar wat voor ons ligt, zal nog een aantal bijzondere zaken met zich mee gaan brengen. Wij denken daarbij aan het organiseren van een middeleeuwse markt, een ganzenfanfare, mogelijkerwijs nog ridderspelen. Het thema 950 jaar zal op allerlei manieren zal dat aan de orde komen. We hebben een project opgezet met het Vriendencollege om kleding te maken. Dus die dames die hier aanwezig zijn en die het fraai zouden vinden om ook in deze kleding te verschijnen in Sliedrecht, die kunnen met, ik heb begrepen, ongeveer 3 meter stof van €1 of 7 per stuk. Per meter kun je zo'n heel fraai kleed maken. En we gaan dat samen met het Vriendencollege, gaan we daar een project van maken. Het zou ook heel mooi zijn als op bijzondere momenten vele Sliedrechters zoveel mogelijk in deze fraaie kleding zouden verschijnen. We hebben ook in het comité een jonge dame zitten, Karen van der Beek, de slagboom, die goed is met het fototoestel. En die zal bij allerlei manifestaties foto's maken, waarbij dan de fraaiste op een gegeven moment een keer voor iets bijzonders wordt uitgenodigd. We zijn ook bezig, dames en heren, met het bestellen van vlaggen van de gemeente Sliedrecht. De fraaie gele vlag met het zwart-bourgondische kruis erin. Die vlaggen die zijn onderweg en we gaan daar een bericht van laten weten in de lokale kranten wanneer u die vlaggen tegen een bijzonder aantrekkelijk bedrag kunt gaan verkrijgen. We hebben ook lesbrieven in de maak, lesbrieven die op alle scholen in Sliedrecht aan de orde zullen gaan komen en daarmee de geschiedenis, zoals Henk het Jong die vanavond aan ons heeft uiteengezet, daarmee kan die geschiedenis op een correcte en goede wijze aan onze jeugd bekendgemaakt kan worden. Het jubileumjaar van Sliedrecht, dames en heren, omvat natuurlijk niet alleen datgene wat 950 jaar gebeurd is. Het gaat over de historie van dit dorp, waarbij we moeten denken aan alles wat zich tussen toentertijd en nu heeft afgespeeld. En we moeten ook zien dat in de tijd dat de industrialisatie, de komst van de stoommachine in onze contreien bijzonder werd, dat ook daardoor de baggerindustrie in Sliedrecht en wereldwijd bekend werd. Sliedrechters werden immers al in het jaar 1350 ontboden bij de keurvorst van Bremen om daar te adviseren over het bouwen van dijken om het hoge water weerstand te bieden. Rond 1480 zelfs zijn Sliedrechters, grondwerkers toen nog genaamd, bezig geweest om in Dordrecht te werken aan de Walwevershaven en de Kuipershaven. Maar Sliedrecht is in feite groot en beroemd geworden in de tijd dat de industrialisatie van de baggerindustrie zijn wereld deed uitwaaieren en dat de grote aannemers van die vandaag de dag nog bestaan, dat die ervoor hebben gezorgd dat Sliedrecht en de baggerindustrie een buitengewoon belangrijk exportproduct is geworden. Dames en heren, deze avond is u aangeboden door een aantal vrijwilligers, mensen die gewoon belangeloos bezig zijn om er iets moois van te maken dit komende jaar. En we hopen dat in Sliedrecht er zoveel mogelijk mensen op een spontane wijze aan willen gaan meedoen. Wij danken u bijzonder voor uw komst hier vanavond en we hopen u nog vaak onder bijzondere omstandigheden in dit goede dorp aan te treffen. Dank u wel.